En als we dan de link leggen naar de betoging die er in België is geweest, de Black Lives Matter betoging, wanneer? Begin juni? Begin juni, ja, 7 juni. Ja, dan had je dat eigenlijk ook, hè, denk ik, in de beeldvorming. Hetgeen wat het in het nieuws kwam, was van, nou ja, er zijn rellen geweest, dus negativisme, dus hetgeen wat er niet goed was geweest. En oei, er zijn superveel mensen samengekomen, wat gaat dat doen met het virus? Er gaan keiveel besmettingen van komen, dus eigenlijk is het op een heel negatieve manier in het nieuws gekomen, ondanks het feit dat het ook een initiatief was, denk ik, hier van jongeren. En daar ook divers, jij bent geweest, ja. Fred, divers publiek op is afgekomen. Ja. En dat we eigenlijk gezien hebben, nu zijn we een maand later, dat het eigenlijk geen effect heeft gehad, hè, op de corona-epidemie. Dat was ook een groot contrast, hè, na de moord op George Floyd. In alle kranten, we moeten daar aandacht hebben voor die problematiek enzovoort. In de Tijd, die normaal alleen maar over economie en de laatste jaren wel meer over politiek schrijven, maar voorpagina van de Tijd, allemaal bekende mensen, ook bekende Vlaamse politiekers, Alexander De Croo, allemaal met een zwart ding, een zwarte, hoe noemt het, avatar, op hun social media, Instagram en Facebook. Dus zie eens hoe belangrijk dat we dat vinden, tot op het moment dat er dan een betoging is, waar dat echt mensen op straat komen, dan is het van ja, er zijn rellen geweest. Je had ten eerste die rellen die waren helemaal op het einde en waarschijnlijk niet, absoluut niet gesteund door de organisatie en misschien zelfs gewoon van buitenstaanders. En ten tweede, pas op, we gaan het zien. Binnen 2 weken gaan we al die virologen, dat gaan we zeker zien in de cijfers, dat is veel te veel en zo. Dat kunnen we ons niet permitteren. Na 2 weken, nu zijn we 3, nu zijn we bijna een maand verder. Daar is geen enkel effect van geweest. Er zijn ook geen enkele excuses geweest. Hè. Er is trouwens een tekst van hier, Leuvenaar, Tom de Meester en Anja Topolski, die hebben daar duidelijk een blog over geschreven. Van ja, nu dat er blijkt dat het niet helemaal geen effect heeft gehad, zal er dan niet op terugkomen, zal het niet kunnen zeggen, allee, het was eigenlijk toch iets goed, die betoging. Nee, er is niemand dat dat dan wel doet. Dus dan zijn de virologen ineens in geen velden of wegen niet meer te bespeuren. Ja, dat is natuurlijk ook wel iets dat we kunnen zeggen, hè. Dat hele pandemie die er geweest is, is nog bezig, maar is veel verminderd. Door de politiek wel op een heel aparte manier is aangepakt. Hè, door dan die virologen op te voeren op het moment dat ze in het nauw gedreven waren. En ze eigenlijk hun maatregelen die ze wouden of moesten doen, niet verkocht kregen. Er is geen beschermingsmateriaal, er zijn geen mondmaskers. We moeten hier heel de economie platleggen. Alleen we willen heel de economie platleggen, laten we het zo zeggen. Dat is een boodschap die ze onszelf niet hebben durven brengen. Dan hebben ze zich verscholen achter die experts. Hè? Allee, die moesten het dan doen. En dan zie je nu de omgekeerde reflex. Het is terug min of meer oké. Die mannen worden een beetje de laan uitgestuurd. En ze doen ons... Goesting terug als politiekers. Maar daar komt ook geen reactie op, hè? Van buitenaf of in de pers. Daar zie je niks kritisch zien in. Hè? Ja, we hebben een job moeten doen om de politiekers uit de wind te zetten. Heel frappant, ze hebben dat zelfs vlak af toegegeven de laatste weken. Hè? Toen dat ze zeiden, de tegenstrijdigheid over de berichtgeving van de maskers. Ja, we hebben eigenlijk gezegd dat dat niet veel effect zou hebben en zo. Omdat we toen wisten dat we er niet genoeg zouden kunnen leveren. Allee, kunnen het inbeelden, dus die geven dat gewoon vlak af toe. Dat ze een bocht van 180 graden gemaakt hebben. En nu zitten ze wel bezig van ja, we gaan toch die maskers en in de winkels en zo, dat zou goed zijn. En dan wordt nu wel een campagne ingevoerd. Ja, 3 maanden te laat natuurlijk. Trouwens, ik ben niet akkoord met wat je zei. Van ja, ze wouden de ganse economie platleggen. Nee, ik denk dat ze juist zeker niet de economie willen platleggen. Maar dat ze daardoor juist zo lang gewacht hebben. Want die virologen die hebben dat ook in interviews achteraf toegegeven, dat ze eigenlijk al in januari, begin februari, zeker al wisten dat het serieus ging kunnen worden, maar dat ze eigenlijk pas, als het niet anders niet meer kon, pas half maart hebben gedaan. Dus die economie is zo lang mogelijk moeten blijven draaien, hopen dat het overwaait, hopen dat het toch niet zo sterk zal uitgespeeld worden. Voilà, dus dat is duidelijk allemaal voor de kapitalistische economie moet blijven draaien. Mensen moeten zo lang mogelijk
gaan werken en moeten zo snel mogelijk terug gaan werken na die quarantaine ook. Ja, en nee zou ik zeggen. Allee, de scholen zijn dichtgegaan. Allee, het was wel van, iedereen moest zijn plan maar trekken. Hè. Op zijn eigen, sommige mensen hebben thuis moeten werken met kinderen. Andere mensen zijn moeten blijven werken, gelijk jij, bij de spoorwegen. Maar dan zat niemand op een trein. Maar ik denk dat je daar ook wel een van de tegenstellingen zag. Wie kon er thuis werken en wie kon er? Dat zijn meestal, ik zal niet zeggen allemaal, want de dokters en zo, dat zijn ook hogescholen, maar meestal hogescholen, kaderberoepen, management, hogere bedienden enzovoort, die dat in een situatie zaten waar dat ze verder konden werken thuis, terwijl dat de zware industrie is eigenlijk verder gegaan, ondanks het feit dat ze niet efficiënt waren, auto-industrie enzovoort, dat zijn zware beroepen, precaire jobs, postbedeling, pakjesbezorgers, huisvuilophaling, mensen dat in groot warenhuizen werken, dus de sowieso al niet sterk beschermde jobs en niet best betaalde of meest aantrekkelijke jobs, die zijn over het algemeen moeten verder doen. Ofwel moeten stoppen zonder rekenschap van goede sociale bescherming enzovoort. Dus veel faillissementen, veel ontslagen. Dus die tweedeling in de samenleving is echt wel sterk naar boven gekomen. En ik denk dat dat ook wel opspeelt, dat dat ook wel meespeelt met de protesten en meespeelt met de algemene beeldvorming van oei, we moeten het ergens binnen een bepaald kader situeren dat effectief tussen zwart en blank gaat enzovoort. Tot en met fake news erbij, of zodanige overdrijvingen, bijvoorbeeld zwarten zijn 13 keer meer vatbaar om gedood te worden bij politieinterventie, was iets dat een tijd circuleerde. Dat is helemaal niet waar, het is tussen de 2 en de 3, wat al meer dan genoeg is en duidelijk genoeg om te zeggen, ja, er is een discriminatie. Ja. Een nieuw ding dat circuleert is, het is 8 keer meer, maar als je dan echt naar de statistieken gaat kijken, is dat een verbastering, klopt dat niet. Dus dat wordt effectief heel sterk zo geprofileerd nu. Hè. Ik denk dat de dominante klasse overal ter wereld wel ongerust zijn. En dat is niet alleen ik dat zeg of wij dat zeggen, maar de belangrijkste denktanks, CSIS, de belangrijkste denktank van geostrategische denktank van de Verenigde Staten. Heel interessante teksten, heel interessante website, maar die zeggen vlak af, voilà, we zitten in een grote periode van sociaal protest. Mm-hmm. En een periode van protest tegen afbraak van democratische verworvenheden, hè, voor democratie, voor meer gelijkheid enzovoort. Mm-hmm. Dus op de hoogste diplomatiek niveau in de Verenigde Staten wordt dat erkend en wordt dat ook openlijk toegegeven.